Nee. Oh, ik zag iets poppen. Oh mijn god. Hey guys, het is dinsdag en daarom is het tijd voor proefwerk. En vandaag hebben we een iets andere soort proefwerk dan normaal. Ik ga namelijk niet allemaal verschillende dingen van een merk of een soort voedsel proeven. Maar ik heb een mega leuk setje om popcorn mee te maken. En dat wil ik super graag gaan doen in deze video. Toen ik een hele tijd terug de Xenos proefwerk maakte, toen had ik dit al gekocht. Alleen ik heb het nog steeds niet gebruikt tot op de dag van vandaag. Maar vandaag is de dag en vandaag gaan we het doen. En dat is dit setje. En dit setje bevat 6 verschillende soorten mais. Of ja, de mais is wel hetzelfde, maar ze zijn allemaal anders gekruid. Dus we hebben bijvoorbeeld salty chocolate popcorn. Maar ook een popcorn smaak met mango sinaasappelsmaak. Sweet Thai chili, wasabi, kaneel. We hebben echt van alles. En ik heb er zoveel zin in. En dit moet ik dus ook nog gewoon helemaal zelf gaan maken. Dit heb ik dus gekocht bij de Xenos. Daar zou je het moeten kunnen kopen. En een side note, ik heb nog nooit popcorn gemaakt zelf. Dus ik vind het stiekem een beetje spannend. Oké, dus laat ik het eerst even openmaken en bekijken. 6 smaken popcorn. Dit wordt echt de beste middag van mijn leven. En hier achterop staat een gebruiksaanwijzing. Er staat: pop de mais in kleine porties per keer. Leg een deksel klaar en verhit de pan. Dus we moeten een pan gaan pakken en hem op het vuur gaan zetten. De pan moet 200 graden Celsius zijn. Super heet. Laten we met z'n allen hopen en vragen aan het universum of vandaag alsjeblieft mijn popcorn niet wil verbranden. Dat zal wel chill zijn op zich, want normaliter ben ik niet zo goed in dit soort dingen. En laat ik dingen aanbranden en maak ik ze kapot. Dus crush your fingers. En laten we hopen dat het goed gaat. En voordat we gaan beginnen, ik geef zo'nzelfde soort pakketje geef ik weg als prijs deze week. Dus mocht je al deze popcorn willen winnen, laat dan een comment achter op de video. Maakt niet uit wat je me vertelt. Vertel me maar gewoon wat leuks of wat je van de video vond. Zorg dat je geabonneerd bent op mijn kanaal en like de video, want dan maak je kans. En ga ik een van jullie uitzoeken die dit krijgt toegestuurd. Oké, okay, let's go! Haha, hi, welkom in mijn keuken. We gaan deze pan gebruiken. Dit is mijn favoriete pan. Het is een hele speciale pan. Nee. Ik ga een klein laagje olie gebruiken, want ik heb het gevoel dat de popcorn daar een klein beetje lekkerder van wordt. En dan moeten we het vuur aan gaan zetten. Doe maar gewoon zo hoog mogelijk, want het moet super heet gaan worden. En nu moet ik dus gaan beslissen welke popcorn ik als eerste wil gaan proeven. Ik heb het gevoel dat we met een redelijk normale moeten beginnen. Dus ik zeg, laten we beginnen. Laten we beginnen met de kaneelsmaak. Volgens mij moet daar weinig mis mee kunnen gaan. En ik ben het minst verdrietig als ik deze verpest. Dus deze ga ik klaarmaken. Oké, de olie rookt. Volgens mij was dat de bedoeling. Dus nu ga ik hem ietsje lager zetten. En dit in de pan gooien. Ik ben een beetje bang voor wat gaat gebeuren. Oké. Ah! Moet het nu gaan poppen. Wat als er niks gebeurt? Oh, ik hoor wel een soort van pop. Wat als het verbrandt? Nee! Oh, ik zag iets poppen. Oh mijn god. Volgens mij moest ik het omroeren. Dat heb ik niet gedaan. Oh nee. Nee, het is aan het verbranden. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen, guys? Moet ik nou wachten totdat ze allemaal zijn gepopt? Kijk. Oh nee. Heb ik het nou gewoon verpest? Oké, dus dit is de status, maar dit is zo treurig. Nee, ik wist dat er iets fout zou gaan. Ik heb dus wel geteld 3 stukjes popcorn kunnen redden uit de pan. Oh nee, 4. So proud of myself. Oh nee, ik vind het zo zonde. Ik hoop dat het de volgende keer beter gaat. Anders kan ik deze hele video wel skippen. Maar goed, ik ga deze wel proeven. Voelt zo stom dit. Daar gaan we. De smaak kaneel. Ik proef geen kaneel. Ik proef alleen maar verbrande mais. Oh, nu proefde ik het een beetje. Heel lichtjes. Ik denk dat als je niet je mais laat aanbranden, dat je het dan wel heel goed proeft. Jeetje jongens, oké. Poging 2. Ik heb mijn hele kaneel verpest. Dat leert mij weer dat ik bij de volgende keer niet het hele zakje er gelijk moet ingooien. Maar oké. We gaan dit gewoon doen. Let's go. Ondertussen heb ik een nieuwe pan gepakt en ik ga er dit keer geen olie in doen, want ik heb het gevoel dat het dan beter kan gaan. Dus de volgende smaak die we gaan proberen is sweet Thai chili. Oké, ik doe het er gewoon alvast in een beetje. Ik hoop dat er wat gebeurt. Waarom gebeurt er niks? Nee, ik ruik weer gewoon een brandlucht. Ik ga een maispoppen tutorial opzoeken op YouTube. Nee, dit kan niet gezond zijn. Ik moet er helemaal van hoesten. Oh my god. Nee. Nee. Serieus, ik doe toch niks anders dan wat er staat daar op die verpakking. Het hele huis stinkt naar aangebrande popcorn. En ik ga nu op YouTube een tutorial opzoeken. Dit moet gewoon niet zo moeilijk zijn. How to make perfect popcorn. Oké, Marcus Butler, vertel het me. Oké, hij gebruikt kokosolie. En hij laat een beetje van de deksel open. Oké, ik moet gewoon nog een keer proberen. Dit moet gewoon werken. Oké, nieuwe pan, nieuwe kansen. Kokosolie.
Die ga ik op het vuur zetten. En wat Marcus deed, die deed eerst gewoon een paar erin om te kijken of ze al gingen poppen. Laten we doen salty chocolate. En ik heb nu een glazen deksel, zodat we kunnen zien wat er gebeurt. Ik doe er een paar in. Ze zijn nu gewoon aan het bakken eigenlijk, maar gaan ze ook poppen. Hé, kijk! Deze is gepopt! Kijk, ze zijn langzaam maar zeker aan het poppen! Volgens mij werkt het nu! Oh, wow, allemaal popcorn! Blijkbaar werkt het, dus dan ga ik er nog een paar bij gooien. Oh, het verbrandt wel een beetje. Kijk, het werkt! Oh, kijk nou! Hey, Marcus Butler, thank you man. Oké, het is de derde poging, maar goed. Duurt even, maar dan heb je ook wat. Oké, dit is de status. Er is wel wat verbranding gaande. Maar volgens mij zitten er ook wel goeie tussen. Oké, ik heb er een paar uitgehaald. Ik ga ze nu proeven. Er is wel een klein beetje, ja, ze zijn wel een klein beetje verbrand. Eigenlijk niet echt goed voor je, maar het valt nog mee bij deze. Ik proef zout. Ik proef nog niet echt chocola. Nu wel een beetje. Wow, het is echt bijzonder. Het is heel bijzonder. Het is meer zout dan chocola, maar het komt, heb ik het gevoel, omdat de chocola allemaal aangebakken zit in de pan. Het is speciaal, laten we het daarop houden. En dan niet het soort speciaal dat je moeder je noemt, maar het soort goede speciaal. Maar ik ben nog niet super erg impressed, moet ik zeggen. Ik heb het gevoel dat dit een beetje een faalproefwerk gaat worden. Another one. Laten we mango sinaasappel proberen. Yay! Weer hetzelfde verhaaltje. Een paar zijn goed. De rest bakt allemaal vast aan de pan. Volgens mij doe ik het echt goed op deze manier. En is het gewoon zo dat door die toppings het binnen no time aankoekt. Maar goed, ik heb er weer een paar kunnen redden. Ondertussen heb ik nog steeds heel erg last van het hoesten. Wat ik net kreeg nadat ik die Thai Sweet Chili erin deed. Ik heb het gevoel dat het is verbrand en dat het zo de lucht in is gegaan dat het door het hele huis hangt. Maar ik heb even een raampje op gedaan. Maar mijn keel is helemaal droog. Goed, de mango sinaasappel popcorn. Laten we het proeven. Ik proef nog niks. Ja, ik proef het heel ver weg. Proef ik het wel? Heel ver weg. Het is best wel lekker. Alleen, ik heb gewoon het gevoel dat de popcorn nog niet helemaal goed is. Dit is echt sneu. Echt super sneu gewoon. Zoals je merkt, het gaat niet echt heel lekker. Dit ging heel anders dan ik verwachtte toen ik de video startte. En ook al wist ik dat ik hier niet goed in zou zijn. Ik heb zelfs nog gevraagd aan het universum of het goed mocht gaan vandaag. Maar nee, ik had niet verwacht dat het zo slecht zou gaan eigenlijk. Ik heb nu 4 zakjes opengemaakt. De eerste 2 keer deed ik het misschien verkeerd. De tweede paar keer deed ik het als het goed is goed. De popcorn popte ook gewoon. Maar het verbrandde elke keer door de toppings die erop zaten. En dat is zo jammer. En eigenlijk heb ik niet echt het idee meer dat het nog beter gaat worden dan dit. Dus ik kan bij deze zeggen, dit is de allereerste mega gefaalde proefwerk video. Oh, even huilen met z'n allen jongens. Ik heb even nagedacht, wat zal ik doen? Eigenlijk wil ik niet nog een keer dit pakketje kopen. Omdat ik het gevoel heb dat het niet werkt. Maar ik weet ook dat ik een imbecile ben. En dat er misschien mensen zijn bij wie het wel werkt. Dus ik dacht, wat als ik nou deze 2 zakjes popcorn weggeef in plaats van die hele doos. En dat degene die het wint me dan laat weten of het bij haar of hem werkte. En mocht dat zo zijn, dan krijg je nog een grote doos erachteraan opgestuurd. Want dan ben ik blijkbaar gewoon de slechtste keukenprinses ever. En dan spijt me dat. Maar ik vind het echt oprecht jammer. Ik heb hier zoveel zin in. Het lag al zoveel maanden in mijn kast. Mert had er heel veel zin in om het te proeven. Maar het mocht niet baten. En nu zit ik met 3 pannen met verbrande onderkant. Goed, ik voel me gewoon even echt niet zo chill door mijn keel. Die maar blijft hoesten en hoesten en hoesten. Ik heb denk ik echt iets verkeerds ingeademd. Maar als deze video online komt, dan gaat het gewoon goed met Moor. Want dan heb ik hem nog kunnen editen. Voor nu, dit was de aflevering van Proefwerk. Ja, sorry dat het zo'n stomme aflevering was. Maar hopelijk heb je nog een beetje genoten van mijn gestuntel. Gelukkig komt er nog een nieuwe video online op donderdag. Om een beetje goed te maken dat dit zo faal was. Dat is een shoplog, dus kijk daar naar uit. Donderdag op mijn kanaal om 4:30 middags. Heel erg bedankt voor het kijken. En dit was de proefwerkaflevering. Als het aan mij lag, dan ben ik gewoon dom. Maar als het aan het setje lag, maak betere producten, Xenos. Ik smeek het je. Want dit was zo'n leuk idee. Bedankt in ieder geval voor het kijken. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Hartjes! Bye! Oh man. Jesus. Maak betere...